als een tierenlier. De shoot ging niet door. I'm ready to go. Pyjama! Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik heb van bed gemaakt en ik ga nu mijn camera opladen, want dat was je vergeten vannacht. Ik heb een opgerekte kuitspier, dus ik kan amper lopen en tenminste ik loop heel raar en het doet gewoon heel veel pijn. Dus ja, dan weten jullie dat voor als er vandaag rare dingen gebeuren of ik niet heel veel doe vandaag. Ik heb echt heel veel pijn in mijn kuit. Mijn weekvlog staat online, dus ik ben heel erg blij. Oh, kak. Heel erg blij. Ik ga dus nu sporten en ik ga even onderweg mijn handtekeningkaartje ophalen. Want die had ik ergens laten drukken. Dat is ook heel erg leuk. Dus ik doe nu alle deuren dicht en dan ga ik snel. Hallo. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren niet heel erg veel gevlogd. Want ik hoorde eigenlijk last minute dat ik morgenochtend naar Ibiza vlieg. Voor een shoot. En er is een kans dat Stefan meegaat. Er is een kans dat hij niet meegaat. En ik weet nog niet tot wanneer. Of tot donderdag of tot zaterdag. Dus ja. Wij gaan nu naar Zwolle. Tenminste, we gaan eerst naar Jori. Want die gaat ons naar Zwolle brengen. Want Stefan heeft zo'n vakexamen. Wat is dat, Stefan? Stefan. Wat is dat? Heeft het vakexamen? Ik zou hem verpitten. Dat is. Ja, je hebt wel, maar. Woe! Ben je wel bij je? Ja. Ja, dat zijn dus die bloeden, hè? Ze zitten hier. Haha! Het is leuk om mijn vlog. One direction. Je hoort het. Ik ben een beetje ziek. En ik heb echt heel erg veel keelpijn, hoofdpijn en spierpijn. Spierpijn heb ik echt ook van sporten. Mijn kuit doet nog steeds pijn. Ik heb gewoon... Oké, goedemorgen trouwens. Het is vandaag woensdag. Ik heb gisteren volgens mij als een van de laatste dingen verteld dat ik naar Ibiza zou gaan vanochtend om 9:15. Ja, ik ben nog steeds thuis. Dat is niet omdat ik ziek ben. De shoot ging niet door. Dus, ja, er is een kans dat ik een andere keer wel ga, maar dat is nog niet echt zeker. Eigenlijk, ik hoop echt dat ik mijn vlog leuker kan maken de komende dagen, want ik had gewoon de afgelopen dagen stress met de reis voorbereiden en informatie krijgen. Maar nu die doorgaat, ja... Denken jullie waarschijnlijk, joh, hoezo heb je weer zo bar weinig gevlogd? Ik weet niet of je nu ook kwaliteitsverschil merkt, maar ik film dit nu met mijn telefoon. Want ik was ook zo dom om een camera achter te laten in Stef's tas en Stef is naar school. Ik wil echt fucking graag sporten vandaag. Maar dat gaat er waarschijnlijk niet worden. Want ik ben ziek. Ik wil heel graag borst trainen. En triceps. Ik wil echt gewoon nu groeien, gewoon, weet je wel. Maar ik ga trouwens vandaag een afspraak maken om mijn haar eindelijk highlights in te zetten. Want ik heb wel het idee dat deze kleur er nu goed blijft zitten. Dus daar ben ik heel blij mee. Komt ook door mijn shampoos die ik gebruik. Dus ik ga even bellen en verder lig ik gewoon op de bank. Dus ik hoop gewoon dat ik de komende dagen wel leuke content kan maken, want nu heb ik gewoon geen leuke content eventjes. Goedemorgen, ik heb mijn camera weer, dus dat is super fijn. Ik voel me weer wat beter, dus ik hoop dat ik vandaag ook weer kan vloggen. Ik ben alleen gewoon een beetje bang dat als mijn vlog niet weer zo leuk en goed was, of nou gewoon, ik hoop dat hij leuk en goed was zoals vorige keer. Dat ik dan weer reacties krijg van, oh ja, vlog niet leuk en ja, daar ben ik gewoon een beetje bang voor. Ik weet echt niet wat ik op mijn brood wil.
Ik wil eigenlijk iets zoetigs, want we hebben niet echt lekkere hartige dingen of zo. Stroop. Deze hadden we vroeger ook altijd. Het ziet er echt raar uit trouwens. Een beetje als teer of zo. Echt waarschijnlijk zouden ze in Amerika denken, wat smeer je op je brood? Maar appelstroop smaakt niet per se naar appels. Het is vandaag trouwens donderdag. Ik heb vandaag dansles. Ik heb gisteren nog een keer getraind met Stef trouwens. Borst en triceps. En toen heb ik mijn schema gedeeld, of mijn schema's gedeeld op Instagram. En daar was best wel goed op gereageerd. Dat vond ik wel leuk. Ik ga lekker Temptation Island 3 kijken. Daar heb ik echt super veel zin in. Laat me even weten of je ook Temptation Island volgt. Ik denk dat bijna iedereen het wel volgt. Maar ja, laat het even weten. Trouwens, ik ga morgen naar de kapper. Laat ik eindelijk de highlights doen. En mijn huid is super zuiver opeens. Echt super chill. Want weet je, misschien denk ik, sommigen vinden wel eens. Ja, Julia, je hebt altijd zuiver huid. Of je hebt echt weinig puistjes. I've been there too. Ik had echt veel puistjes. Maar ik had gewoon puistjes. En om mijn rug. En bij mijn décolleté had ik ze. En ik schaamde me dood. Ik had. Ik was er super onzeker over. En ik kocht ook gewoon. Mijn shirtjes. Als ik zeg maar een shirtje kocht, dacht ik erover na of je mijn rug erbij zag. Dus. Weet je. I've been there too. Op een gegeven moment word je ouder. Maar. Weet je, ik ben er ook. Ik heb het ook gehad. En heel veel met mij hebben het ook gehad. Je hebt gewoon echt geluk als je het niet hebt. En ik ben nu 18 en ik heb voor het eerst gewoon echt een tijdje een zuivere huid. Dus ja, dat wil ik even zeggen. Als een tierenlier. Nee, is niet zo. Hallo. Ik sta ook in de Tina. Opnieuw. Hey, ik sta in Tina. Hey. Ik laat Tina zo meteen zien. Anders is ze spiegelbeeld. Wij hebben chipjes. Een cola. Cucumber. Avocado. Piu avocado. Kersen. Paturaar. Sponsor. Een banaan. En een tros bananen. Because deze is eetbaar en nu nog niet. Dat is mijn logica. Zalm. Kinderlimonade. Ik heb kinderlimonade. Kijk mij even zo aan. Ja, wie heb ik? Goed dat ik zo. Wie heb ik melk dit aan? Havermout. 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 Vanille yoghurt. Oh, en niet te vergeten. Bij mijn bietjes. Die pluk op je hoofd. Oh, kijk. Ik heb waarschijnlijk ook de helft van Duitsland gelopen in het dorp. Ja, dat weet ik. Ja. Nou, waarom zeg je dat niet? Ik dacht toch al niet uit. Nu ga ik de Tina laten zien, moment. Oh, we gaan eerst even naar mijn horoscoop kijken. Je dag begint heel goed. Je maakt een lekker ontbijtje voor jezelf en trekt je leukste outfit aan. Kom maar op met vandaag. Liefde, 3 hartjes. School, 3 hartjes. Je kan ook 5 hartjes hebben voor de liefde. Hoe? Ik heb er maar 3. Weet je dat? Bij mijn horoscoop. Wat dan? Weet ik niet. Jij bent stier, hè? Jij en je bestie hebben de slappe lach in de klas. Gelukkig is de juf in een goede bui en werkt jullie lach zelfs aanstekelijk. Ja, jij en je bestie Gijs. Liefde, ook 3 hartjes. School, 4 hartjes. 4 sterretjes. Nu gaan we naar mijn blunder. Leuke blunder.
Hila van Mergen liep ooit tegen een muur aan. Dat was tijdens het Junior Songfestival. Er was veel licht, waardoor ik niks zag. Ineens liep ik tegen een zwarte muur aan. Ik maak zo vaak blunders dat het niet eens meer opvalt. Haha. Eigenlijk moet ik gewoon een theetje zetten. Een theetje! Goedemorgen. Dit is mijn ontbijt. Ik heb gisteren... Het is gewoon moeilijk deze dagen weer om te vloggen. Ik heb gisteren repetitie gehad voor dansen. En dat kon ik gewoon niet filmen. Want het was 2 uur en 3 kwartier lang repeteren. Voor de eindshow. Wat echt lang is. Ik heb... vanmiddag ga ik naar de kapper. Ik ga weer naar She-Rolls. Dus dat probeer ik nu wel een keertje te filmen. Zo. Ik wil nog iets vertellen. Volgens mij wil ik ook even bij Cool Kid gaan kijken. Omdat ik maandag een optreden heb van Demi Lovato. Dus dan doe ik Cool Kid aan. En dat is ongeveer een beetje mijn planning. In het weekend ga ik denk ik lekker uit, lekker leuke dingen doen. Dus dan probeer ik jullie mee te nemen bij de leuke dingen doen. Maar bij het uitgaan niet echt, want dat is een beetje gek. Ik heb dit rokje binnengekregen, een paar dagen geleden al, maar ik dacht ik doe hem nu even aan en laat hem zien. Deze is van Cool Kid. Het riempje is trouwens ook van Cool Kid. En een shirtje ook. Ik vind hem echt super cute. Ik ga me nu trouwens gewoon even omkleden, want ik ga dus vandaag naar de kapper. Dus ga eerst even kijken of de kleur, zeg maar de bruine kleur er nu echt goed in zit. En of het echt niet meer vervaagt, want... Oké, hoe leg je dit uit? Als je... Die bruine kleur in mijn haar, die kan nog vervagen. Die bruine kleur heet zeg maar een toner. En als je dan nu highlights erin gaat doen. En die bruine kleur onder de highlights. Zeg maar, dus niet de blonde. Dat vervaagt dan. Dan kan je niet zomaar die bruine kleur er weer in doen. Want dat komt dan ook op de highlights. En dan worden de highlights een hele rare kleur. Dus eerst moesten we echt gaan zien van oké. Blijft het er goed in zitten? Moeten we het zeker weten niet nog een keertje erin doen? En dan kunnen we highlights doen. Dus we gaan vandaag... je ziet het niet heel goed. Hier lijkt het lichter dan hier. We gaan vandaag gewoon even kijken van hoe zit het er nu in. Kunnen we er highlights in doen en dan gaan we dat doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb ook wel echt zin om highlights te hebben. Sowieso gaan we vandaag highlights doen. Alleen misschien dus nog een extra ondertoontje. Ik ga even lekker vlogs kijken en me een beetje klaarmaken. I'm ready to go. Dit is mijn outfit. Pam, 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 pam. Make-up heb ik niet heel veel gedaan. Omdat mijn huid gewoon best wel prima is van deze dagen. Ik heb natuurlijk mijn nieuwe squantjes aan. Steven wil deze broek echt. Nou, hij vindt hem minder verschrikkelijk dan eerst. Dus dat gaat al vooruit natuurlijk dan. Oké. Steven heeft mijn ID-kaart. Ik weet niet of ik heel snel mijn paspoort kan vinden, maar... Nou ja. Vroeger nam ik ook nog mijn ID-kaart mee, dus... Het zal vast geen probleem zijn. Ik ga zo naar de kapper en ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zal nog even snel laten zien wat ik wil doen. Ik ga altijd een beetje op Instagram kijken wat ik wil. En eigenlijk wat mijn tactiek is dat ik altijd op She-Rolls hun Instagram zelf ga kijken, want... naar mijn idee weten ze dan altijd precies hoe dat moet ofzo. Ik weet niet waarom, maar ik ga het wel laten zien. Ik wil dus net even die highlights er een beetje in. Dat lijkt me leuk. Ik heb net tijdens het concealer opdoen, volgens mij dat ding half in mijn oog gestoken. Nu doet mijn oog best wel veel pijn. Dat is ook niet heel handig. Oké, ik weet niet of ik genoeg eten mee heb. Ik zit daar altijd wel een tijdje. Ik ga hem sowieso even meenemen. Nou, dat lijkt me verder wel genoeg. Ik ga nog even de toilet een bezoekje geven. En dan ga ik naar Almere Poort. Zaterdag.
En ik ben met deze liefie, piefie, piefie, poefie. Neem ze mee naar de pizza, kom. Pizza gemaakt! Dat moet je wel laten zien. Pizza. Heel mooi laten zien. Moet je mijn haar laten zien? Moeten we anders gaan zitten. Jij moet vanaf daar. Van daar komt het licht vandaan. Oh. Tuk, 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 tuk. Wauw. Moet je wel stilzitten, anders zien ze niet. Oh. Ik ga. You are the reason that I'm still breathing. Nee, dat klopt niet. Waarom staat het verkeerd hier? Staat het niet. Opnieuw dan. The reason that I'm still breathing, I'm hopeless now. There goes my mind shaking. You are the reason. Kan ik niet zo goed? Wacht. Climb every mountain, swing every ocean. Oké, daar. In ieder geval ga ik maandag naar Demi Lovato. En dan ga ik dus maandag een extra dag vloggen. Want dan hebben jullie toch nog wat aan mijn vlog. En dan ga ik vanaf dinsdag gewoon beter vloggen. Maar mijn keel doet nog steeds super veel pijn. Ja, ik heb gewoon echt een hele lage. Heel niet sterk afweersysteem, zeg maar. Maar hoe vinden jullie mijn haar? Het is zeg maar even net wat lichter. En ik ben er echt super blij mee. Dit is echt het goede eindresultaat. En papa en mama zijn weg en we gaan lekker pizza's maken. En ja. Stef die ging vannacht uit en die is toen naar de sleutel van ons huis. En toen kwam hij bij me liggen vannacht. Dat was wel leuk. Ik lag toen te slapen al dus. Maar het was wel schattig, want ja. We hebben lekker samen geslapen. Ze hebben lekker hier geslapen en een beetje een luid dagje gehad eigenlijk. Want we waren allemaal zo moe. Het is leuk. Mooi. Klaar? Nee. Zo. Gewoon? Volgende liedje. Climb every mountain and swim every ocean. Ik heb trouwens nieuwe schoenen van Haren gekregen. Puma's. En ik vind ze echt ziek. Sorry, veel afleidende geluiden. Mooi hè? En ik ga dus maandag naar het concert van Demi Lovato. Want ik ben uitgenodigd door Van Haren. En volgens mij mag ik haar ook ontmoeten. Dus dat is echt fucking ziek. Ik was zo fan van haar vroeger. Ik ken haar nog van Standing With A Chance. Oh, dat ik ga het liedje opzoeken. Julia van den Berg, van den Berg. Julia van den Berg. Kom la 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 la. Dit is Demi Lovato. Hey, dat vind ik. Standing With A Chance. Ja. Laat even weten wat jullie van deze vinden. Ik vind ze leuk. Ze zijn dus gewoon bij Van Haren te verkrijgen. Dus ze hebben daar ook gewoon merk sneakers. Marijn, dit is de vlog. Oh ja, dit is een vlog. Neem nou je eigen bier mee. Of je eigen wijn. Of iedereen die komt. Ik drink geen wijn. Oh my god. Is dat de vader van Julia die naast haar zit? De vader? Sorry, maar ik kijk je toch niet. Wow, 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 wow. Wat zei je daar?
Je kijkt de vlogs van Julia niet. Jawel, jawel. Elke dag. Okay. Nee, elke week. Wat was de laatste video? De laatste video was hier thuis en toen ging ze ochtend ontbijt maken. Fout. Het was met Tibbe. Wie is Tibbe, denk je dan? Oh, ik moet nu zeggen. Haar kat. Kijken. Ja, die was weer weg van vakantie. En die was onder narcose geweest. Ja. Mokertje, ja, daar ga je. Mokertje. Oh, ik heb je autofocus uitgezet. Oh ja, daar heb je, daar ga je dus al. Je gaat zeker niet meer focussen. Nou, dan zet je dat in. Probeer eens. Nee, probeer even. Nee, je mag je gaat toch zelf knippen, hè? Ja, maar in, ik. Ja, zit je zelf in de knip jezelf. Zit ze tijdens het editen. Ah, oh, dat was ik. Nee, maar doe nou even. Even kijken of die alleen werkt. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Deze vlog had eigenlijk mega leuk geopend moeten worden. Met dat ik vandaag naar Demi Lovato ga en ga ontmoeten. Maar de kans is super klein dat ik nog ga, want ik ben ziek. En ik was de afgelopen dagen al wat ziekig, maar het is gewoon heftig geworden en vanochtend heb ik niks binnengehouden. Ik ga nu even, ik woon heel erg vlakbij een benzinepomp, dus daar ga ik even wat soep halen, want het zit bij ons op. En ik heb al gebeld met de organisatie. En ik moet voor 2 uur of om 2 uur ongeveer laten weten of ik het nog red of niet. Ik heb sowieso, er zou eigenlijk een borrel vooraf zijn. Die skip ik eigenlijk al. Dus ja, ik ga maar even soep halen en kijken of ik dat binnenhoud. Dus, ik ga wel. Ik voel me al wel wat beter. Ik voel me echt totaal niet fit, zeg maar. Maar ik haal wat binnen. Dat is voor mij het belangrijkste. Of ik tot het einde blijf, weet ik nog niet. Want als ik moe ben, dan kan het gewoon zijn dat ik juist dan weer me slechter ga voelen. En dan bestel ik een Uber en dan ga ik gewoon gelijk naar huis. Ik pak zo meteen de bus en dan ga ik er vandoor. Het voelt voor mij heel last minute aan mijn hoofd. Terwijl ik al lang wist dat ik hierheen ging. Alleen, ik dacht vandaag, oh, dit gaat sowieso niet meer worden. En opeens ga ik weer wel, dus dat is dan heel gek. Ja. Ik ga even kijken of ik een jas aan moet doen en dan ga ik. Nee joh, het gaat er nog helemaal door. Oh nee, I can't. Het is een beetje koningin in de dag zo. Wij staan hier zometeen. Huh, echt? Ja. Wow. Oh, dat is echt vet. Dat moet je zien. Tijdens het optreden staan wij daar. Ja. Oh my god. Dat is echt ziek dichtbij. Ik ben zo aan dat je helemaal dicht te zien. Ja. Het is helemaal niet zo heel groot, hè? Nee. Als je het zo ziet, is het helemaal niet zo groot. Dat kan ook, hè? Maar wel leuk. Gewoon wat ja, gezelliger, ja. Zeg maar. Oh, dit is van toen. Maar dit vind ik ook niet te groot. Nee. Nee, dit is gewoon fijn. Waarom ook dat gekregen? Er is nog helemaal niks te zien aan je mond. Dus ben je in de Superdome? Smiley. Heb je jou ook dat ik bij de Superdome? Ja, maar ik dacht dat ik niet bewust. Heel gek.